december 2010. Hengelo. Oh. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij het kerstconcert in het Hengelose Stadhuis. Voor de 10e keer alweer. En ik weet alweer niet goed wat ik aan moet met kerst. Dit jaar. Ja, ik weet wel wat ik aan moet met de kerst dit jaar. Pak. Maar ik weet niet wat ik aan moet met de kerst. Van de week toch maar een boom gekocht. €24,90. Vond ik pittig voor een toch van origine heidense kerstgedacht. En toen kwam de voet er nog bij, €15. Maar die ging zeker 10 jaar mee. 10 jaar. Dat is net zo lang als de traditie van dit kerstconcert. En de ezel zegt, 10 jaar. Doe er nog 2000 bij. Ik ben nu alweer voor de 2010e keer van Nazareth naar Bethlehem gelopen. En waarom? Om naast een os te staan. En verbaasd roepen, hé, daar zijn ze weer. 3 wijzen uit het oosten. Nee, ik weet niet goed wat ik aan moet met de kerst dit jaar. Ja, ik weet wel wat ik aan moet met de kerst dit jaar. Maar ik weet niet wat ik aan moet met de kerst dit jaar. Nu zijn welkom. Jezus, lieve Heer. Hij kwam van ons zo. Straks de herbergierster zegt in de musical Star, het gaat niet om de kerst, het gaat om de dagen ervoor, het gaat om de tocht ernaartoe, het gaat om de reis daarna, het gaat niet om de kerst. En dat is wel een mooie gedachte, reizen. Dames en heren, jongens en meisjes, nogmaals hartelijk welkom. Voor de 2000ste keer gaan wij op reis. Voor de pauze met het Twents Jeugd Symfonie Orkest en het Kerstkinderkoor, straks veel meer over. En na de pauze met het Harmonieorkest Concordia en de kerstmusical Star. Het Twents Jeugd Symfonie Orkest is een samenwerkingsverband tussen de Muziekschool Hengelo en de Muziekschool Twente. En wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Excellence uit Hengelo en de sponsor TB reizen, licht- en milieutechniek. Voordat ik de dirigent ga aankondigen, gaan we toch eerst even terugzwaaien. Want de kinderen, ik was net even in een wat uitgekleed overzijde stadskantoor, waren ze aan het rennen. Jongens en meiden, even zwaaien naar het publiek, zullen we doen? Heel graag! En is het orkest altijd jaloers, hè? Dus waarom mogen wij nou niet zwaaien? Oké, jongens, even zwaaien naar het publiek, op! ouverture uit die Zauberflöte. Dames en heren, het Twents Jeugd Symfonie Orkest onder leiding van Karel Windrock. Het was een dubbele ouverture. Ja, ik stond er ook met je, maar het was om te laten zien dat er hier vanuit de muziekschool in ieder geval niet bezuinigd werd. We gaan naar de kinderen. Dat zijn er nogal wat, dat kerstkinderkoor. Jongens, gaan we vast staan als David dat goed vindt. Ja, ik kan het even zien. Dat zijn speciaal voor dit concert bij elkaar gebrachte leerlingen van muziek en beweging en de leerlingen eigenwijs muziek. Van de docenten Francis Faas, Diana Heino, David Otter en Joop Schinkel. Dan de kinderkoorden van de muziekschool natuurlijk, onder leiding van David Otten. En er zijn ook kinderen bij die via het welzijnswerk Scala lid zijn geworden van de kinderkoor. En dit geheel gaat 1 Engels en 1 Nederlands lied zingen. En zoals gezegd, onder leiding van David Otten. job tot aan de nog propvol. Geweldig gedaan. Gaan we even zitten, jongens. We hebben even pauze. Ik werd getwitterd, gefaceboekt en gebeld en geëmaild of er ook meegezongen mag worden. Ja, straks. Nu nog niet. Ze gaan het weer zonder het koor doen, want dan kunnen ze het soms ook. Twents Jeugd Symfonie Orkest. Wij weten allemaal van Dickens, Engeland, Deventer. Prachtig weer, trouwens daar nu ook met deze stem. En dan is de musical Christmas Carol, wat nu toert in Overijssel. Maar de Russen hebben ook sneeuw. Ze hebben ook muziek. Onder leiding van Carl Wittrock hoort u Russian Christmas Music. Miljarden mannen zijn mij voorgegaan, maar dit is anders, dit is buitengewoon. Zojuist werd ik de vader van een zoon, zei Jozef. Ik weet niet wat ik zeggen moet, mijn hart barst uit mijn borst, mijn handen zouden alle handen van de wereld willen schudden. Ik weet, het klinkt misschien wel heel gewoon. Tig Chinezen zijn mij voorgegaan, maar dit is anders. Dit is buitengewoon. Zojuist ben ik de vader van een zoon. Ik ben de vader van een zoon. En als die groot is, neem ik hem mee op de Polar Express. De Twents Jeugd Symfonie Orkest neemt u mee. Onder leiding van conducteur Carl Wittrock. koud, maar dat is niet erg. Mutsen op je hoofd, warme wanden aan, lekker goed dik aangekleed. Kunnen wij de sneeuw ingaan. Dames en heren, wij gaan richting het samenzingen. En we hebben dit soort teksten ook dus gezongen de afgelopen 10 jaar, terwijl het buiten goot van de lucht. Een vieze, natte boel was. En nu, prachtig. Als we mooi zingen met z'n allen, dan gaat het misschien wel sneeuwen binnen. Je weet het. Je weet het. De grote kerstkinderkoor gaat zingen Stille Nacht en Jingle Bell. En het orkest brengt ons eerst in de stemming een beetje van die Stille Nacht. En de kinderen natuurlijk onder leiding van David Potter. een klein zesje. Ja, nee, dat... Zo gaat de kerst niet door, hè? Dan was het af. Tweede kans. Jingle Bell.